Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Carrière Mode. Mijn naam is Jan Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 53 hier in Spanje. Heb je die vorige video in Imola gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie je die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Carrière Mode. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet dan gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer mist. De vorige wedstrijd wonnen we. Gelukkig pakte daar in de laatste ronde de overwinning af van, volgens mij was dat Lando Norris. Max werd derde, pakte weer een dubbel podium. Maar helaas niet de volledige score. Kijken of we dat dit keer wel in Spanje kunnen gaan doen. Ronde nummer 5 alweer. En door die overwinning zijn wij 2 punten los van Verstappen. Hebben eigenlijk dus nu de WK-leiding in handen. Afgepakt van Max, die zint op wraak. Maar wij gaan er alles aan doen om dat niet te laten komen. Dat wij hopelijk meer afstand nemen. It's looking very robust right now. It's time for you to have a think about our profit margin and what areas of the operation might benefit from that money. Nou, heel veel informatie van wat die meneer net zegt. Ik ben eigenlijk weinig geld over. Ik zal even kijken. $296.000. Maar goed, dat geeft niks. We kunnen dat dus allemaal terug gaan verdienen in deze race. Zoals ik al zei, nog steeds dominant. We hebben als team gewoon de eerste 4 races gewonnen. Zeer dominant. Max won er 2 en wij wonnen er 2. Kijken of wij dus ook nu onze derde race kunnen gaan winnen. Of dat Max dus weer wraak neemt op ons. Wie weet. En ja, onze slechtste resultaat was tot nu toe een tweede plek. Goed, komen dus flink wat updates aan. Omdat McLaren ook is dichterbij gekomen. Dus daar moeten we voor oppassen. Dan spoelen we de tijd mooi even door. En kijken wat er dus allemaal op de auto nog kan worden gezet. Ik denk niet zoveel. Volgens mij komen er ook helemaal geen updates aan. Als ik naar de kalender kijk. Nou, dat is dus geslaagd. En op naar de kwalificatie. Zijn we aanbeland bij Q1. En het regent hier hevig in Spanje. De fullwets zijn eronder geschoven. En kijken of we ook kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Hangt er vooral vanaf of de auto goed instuurt. Of wij goede tractie hebben. We moeten het vooral rustig aan gaan doen. Bij de exit van de bochten. Dus als je op het gas gaat. Daar een klein momentje onderstuur. En dan komen we aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. Kijken op welke positie wij zometeen staan. Laatste bocht kon vele malen beter. Dat was niet goed. En wij komen toch nog verrassend op P1 te staan. Maar daar is Verstappen alweer sneller. En laten hem ook voorbij. We gaan dus nu in besparingsstand om er zometeen nog een ronde te doen. Op deze fullwets. We gaan het gewoon proberen met een tweede run. Rijden nog steeds op dezelfde set banden. En kijken wat we kunnen gaan doen. Op dit moment een vierde tijd. Daar helaas die tweede bocht een beetje de apex gemist. En komen daardoor in het rood bij de Delta. Zijn nu 15e langzamer dan onze eigen tijd. Kunnen het wel goed maken op de exit met daar een track limits waarschuwing. Vlag hangt uit in Q1. Helaas is deze ronde denk ik niet goed genoeg. Nou, 41.000ste verbeterd. En nog altijd een tweede tijd. Q2 verloopt helaas minder goed. We hebben een koelingssysteemsfout.
Dus dat moet eerst worden gerepareerd voordat wij de baan op kunnen. Ik zie wel dat het... Dat dus, ik zag wel dat het droog weer op komst is. En kijk maar, de regen is verdwenen. Met nog ongeveer 10 minuten te gaan. Nog altijd wel op die regenbanden. Intermediates eronder gezet. Waarom? De baan is niet droog. De baan is nat. Het regent alleen niet meer. En kijken waar wij dus zo meteen komen te staan bij het einde van deze ronde. Ik ben ook benieuwd waar Verstappen zo meteen staat. Gaat hij de pole position pakken? Dat is de vraag. Einde van mijn eerste ronde in Q1. Daar helaas te wijd bij de laatste bocht. Heeft ons flink wat tijd gekost. Dat is jammer. We komen aan op een P13. Geen plekverbetering. Wel een tijd genoteerd. Dus we moeten nog een keer aanzetten voor een tweede ronde. Op deze banden. Zijn helaas daar wel 0,3 langzamer. Wel paars in sector 2. En zijn in één keer 1,6 seconden sneller gegaan. Nog altijd die laatste plek in Q2, P16 voor ons. En dan komen wij start-finish en dan laten wij een P4 noteren. Einde van Q2. Dit is een nieuwe set banden trouwens. We hebben volgens mij nu geen nieuwe sets meer over. Dus we moeten Q3 doen met de droogweerbanden. Of we kunnen nog een gebruikte set gebruiken. Maar alleen, ja, daardoor missen wij de versheid van de banden. Waardoor we minder snel kunnen in Q3. Dit wordt gewoon een alles of niet rondje om te kijken of we door zijn. Trouwens, we zijn gewoon door. Kijk maar, niemand rijdt meer naar buiten. Iedereen vindt het wel goed zo. Wij met dubbel paars bij de sectoren gaan we kijken waar we staan. Komen bij de laatste bocht om toch nog iets aan te tonen. Van P4 naar de snelste tijd in Q2. Pakken dus Piastri. Goed gedaan. Prima ronde van ons in het tweede kwalificatiedeel. Q3 verloopt dan gelukkig droog. Daar boffen we wel mee, anders hadden we geen verse set inters meer over. Nog 10 minuten op de klok. Kijken of wij ook naar de pole position kunnen gaan toerijden. We komen zo meteen aan bij de eerste bocht. Verloopt heel goed, jazeker. Kunnen heel snel die lijn volgen. De racelijn is het eigenlijk. Ik heb trouwens nogal gevloekt toen ik deze video aan het opnemen was. Mijn controller deed niet wat ik wil. Soms viel hij gewoon weg. Andere keren stuurde hij gewoon in terwijl ik dat niet wilde. En af en toe gaf hij gewoon geen gas bij. Ik drukte op het rechter... Is dat nou joystickje? Dat rechter gaspedaaltje van de controller. En hij deed gewoon helemaal niks. Dus het kan zijn dat deze kwalificatie niet goed verloopt. Want dat had ik namelijk in mijn tweede run. En die eerste run is nogal slecht. P5. Betekent dat deze run hopelijk beter wordt. Maar zoals ik net al zei, we hadden problemen met die controller. Flinke problemen met die controller. Ook tijdens de race. Dat verklap ik jou vast. We gaan hier heel erg langzaam rijden. Om iedereen voorbij te laten. En dan gaan wij beginnen aan onze laatste ronde. Onze ultieme poging om nog... misschien naar de pole position te kunnen toerijden. P5 op dit moment. Volgens mij staat Max op pole. En kijken wat we dus kunnen doen. We beginnen al niet zo sterk. 33.000ste al boven onze eigen tijd. En daar helaas missen wij die eerste bocht. Dat is minder. We zijn daardoor gelijk 0,2 verloren. En dan komen we helaas 1,4 seconden tekort voor Paul. En dan vind ik het wel mooi
kijken waar we nog staan, maar ik denk dat we helemaal terugzakken tot P10. Iedereen is er nog aan het verbeteren. De uitslag van Q3, Max op pole en wij helaas P10. Op 16e. Dat is minder. Dat is ontzettend jammer. Is het op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we. Max Verstappen's first win for Red Bull on debut here. One of the great dramatic days in Formula 1 after the clash on the first lap of Hamilton and Rosberg. The entire crowd at turn 7 on their feet. And we're at turn 3 we go, and it's Nico Rosberg, and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together. Cheering. An extraordinary race. It's always a treat to come back here for the Spanish Grand Prix. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the long run down into turn one. This is a 2.9 mile racetrack. Overtaking is challenging here, to put it mildly. There are 16 corners, but there's still a lot of drama and excitement to be found out there on track. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Considering the rest of the grid, we have Drugovic, Hauger, Tsunoda, Gasly, Richard Vasseur, Sainz, the Professor, Leclerc, Norris, Russell, Teo Porcher, De Vries, Albon, Magnussen, Oscar Piastri, Liam Lawson, Stroll, Joe, Bottas, and Logan Sargeant. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, we moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen. De strategie is soft medium, daar kunnen we het makkelijk mee redden. Helaas is vanaf een P9, ik denk dat iemand een grip penalty heeft gepakt. Dus daar boffen we wel mee. Max staat wel op pole position en die kan wegrijden. Wat betekent dat dit een moeilijke race wordt. Om nog iets te kunnen maken van deze wedstrijd, moeten wij denk ik zo lang mogelijk door op de zachte band. Of we kunnen de gok nemen en de undercut plegen op de jongens voor ons. Maar eerst zometeen de vraag, komen wij goed in de gridslot? Hoe zijn onze banden? En komen wij heel goed weg? Of komen we slecht weg? Dat is de vraag. Max is al bij zijn positie. Staat dus op pole position. Wij dus op een P9. 0,1 meter ervan af. Uitstekend geparkeerd. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 53 van F1 23. My Team. Ik herinner met onszelf op P9. Max op pole position. De lampen gaan aan voor de grootprijs van Spanje. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Sainz is slecht weg. En hier al gelijk heel veel mensen gepasseerd. Max is ook slecht weg. En wij pakken gewoon binnen een paar meters tijd 7 auto's. P2, na de eerste bocht. Wat een start hebben wij meegemaakt. Max slecht weg. 2 plekken verloren. Perez aan de leiding. We moeten dus nu naar de Mexicaan toezien te rijden. Ronde nummer 4. 3 rondes lang achter Perez gereden. Konden niet echt aanvallen. Ook al hadden wij DRS. Dit keer met de slipstream en de overtake. Max zit er ook aan te komen. Maar hier hebben wij slipstream. En vallen Perez aan, jazeker, aan de binnenkant. Heel onverwacht. En pakken de leiding af. Dankzij die slipstream, dankzij de DRS en dankzij de overtake. En dankzij de topsnelheid van de auto. Goed werk. We moeten nog even verdedigen van Perez. Lukt hier misschien, hij zit aan de binnenkant en een touché. Wielen in elkaar hakend. En daar zit Perez. En hij is er voorbij in de 6e ronde van de race. Max kan er niet langs. Wordt geblokkeerd. Wij gooien de overtake-knop aan om hier weer terug aan te vallen bij Perez via die buitenkant. En dat lukt. Jazeker. Nog altijd de leiding in de 6e ronde van de race. Met het snelste raceronde punt in handen. Dat is heel goed om te zien.
Gele vlag, omdat daar iemand gaat uitvallen. Ik denk dat dat Charles Leclerc is. Westring, jazeker. Leclerc is uitgevallen in de race. 0 punten voor de Ferrari-coureur. Zit in de 6e ronde van de wedstrijd. Als we daar een beetje te wijd gaan bij uitkomen laatste bocht. Ene laatste bocht, sorry. Dat betekent dat Perez weer er langs is. Perez is er langs kunnen terugkomen in de slipstream. Ja, maar Max zit aan de buitenkant. Dus we zitten opgesloten, kunnen nergens naartoe. En verliezen 2 plekken in een paar meters tijd. Max en Perez knokken samen om P1. Die gaan elkaar hier een beetje ophouden. We zitten er heel dicht op. Hetzelfde geldt ook voor Yuki Tsunoda. Gele vlag, daar mag je niet worden ingehaald en Verstappen profiteert daarvan. Max aan de leiding in de Grootprijs van Spanje en rijdt al gelijk weg. Groene vlag en we mogen weer inhalen en dat doen we gelijk om bij Max Verstappen te kunnen blijven. Gat is nu wel al gelijk 17e, 18e, hij rijdt al gelijk weg. Wordt een moeilijke opgave om hem bij te houden. En dan zitten we nog niet eens op de helft van de race. Ronde nummer 8 alweer als het gat naar Max inmiddels 1,4 is. En daar zit Oscar... Ik zeg het wel goed. Yuki Tsunoda. Ik dacht even Oscar Piastri. Het is Yuki Tsunoda die daar aan de buitenkant zat. Kon er niet voorbij. Werd daar even op de rem gehouden door ons. De linker voorband heeft het zwaar met de temperatuur. Daar gaan we denk ik last van krijgen. Ronde nummer 11 is het. Als het gat naar Verstappen inmiddels 4,6 seconden is. Groter en groter en wij duiken naar binnen voor de mediumband. Tsunoda mee naar binnen. Wat zeg ik dat nou verkeerd? Weet ik niet zeker. Goed, onze race tot nu toe. Prima wedstrijd. Moeten zometeen hopen op een goede pitstop. D.2, goede pitstop, jazeker. We komen terug mooi voor Norris en Hauger. Daar hebben wij Nyck de Vries. Die nog een pitstop moet maken. En wij moeten hem zo snel mogelijk voorbij. Want Max rijdt in vrije lucht. En kan zometeen een pitstop maken. En dan belandt hij weer voor ons. En als wij Nyck niet inhalen. Dat blijft lastig. Dan verliezen we alleen maar kostbare tijd. Aan de buitenkant bij de Vries. Jazeker, misschien hier dan. Lange bocht meedraaien en zo pakken wij P8 af van onze landgenoot. Goed gedaan, op naar Dennis Hauger. Die is allemaal naar binnen gedoken. Die zijn allemaal naar binnen gedoken. Hetzelfde geldt voor Verstappen, die komt net uit de pitstraat. Rijdt op koude, harde bandjes. Wij rijden op de mediumband. Gat is nu een seconde. En laten rood in sector 1 noteren in ronde nummer 17. Nog 6 rondes te gaan in de race. Hebben weinig ERS meer over. Moeten helaas in besparingsstand. Dat ziet Verstappen, want die begint al wat weg te rijden. Dat is nu ongeveer 1,1. Maar we hebben de banden op temperatuur max nog niet. Hebben ook helaas geen DRS. Nog steeds niet. En een ronde later hebben we voor het eerst in deze race op Verstappen DRS. Kunnen nu dichter bij hem gaan toerijden. Het is nog altijd ongeveer 16e. We moeten er naartoe rijden op het bochtige gedeelte. Daar zijn wij snel in. Daar zijn wij sterk in. Met paars in sector 2, jazeker. Dat is voornamelijk bochten, bochten, bochten en geen rechte stukken. Hier gaan we een beetje te wijd en pakken wat grind mee. We prutsen daarmee onze exit. Gat is nu 15e. En daar blijft het ook bij, helaas. We kunnen wel naar Verstappen toe rijden, maar niet aanvallen. Tsunoda op P3, Perez 4. En wij laten groen in sector 1 noteren. Wat kunnen we dan zometeen op dat tweede DRS gedeelte doen? Gat is nu 16e. 15e. 14e wordt alsmaar kleiner en kleiner. Dan kunnen we hier iets proberen bij Verstappen. Met de DRS. In de slipstream. Zitten net te ver weg.
We doen het dan zometeen proberen bij dat start-finish gedeelte met de DRS. Hopen dat we dit keer echt kunnen gaan aanvallen. Lijnen ons een beetje op om Verstappen onder druk te zetten. En gooi de overtakeknop en de DRS-knop aan met de slipstream. Is Verstappen gezien via die buitenkant? Jazeker, en zo pakken wij met nog 3 rondes te gaan de leiding af van Verstappen. Prima inhaalactie, nu proberen weg te rijden van Max. Maar dat is niet zo makkelijk, want die rijdt met dezelfde auto. Kijk maar, Verstappen is constant bij ons aan het kijken. Nog 5 ronden brandstof over. En hier kan Verstappen weer gaan aanvallen. Een tegenaanval plegen. Precies zodat wij helaas kansloos zijn op dat rechte stuk. Jammer. Al het werk voor niks geweest. We moeten het weer gaan proberen bij Max. En nog 2 rondes te gaan in de race. Rood in sector 1. Beetje jammer, maar als goed. Alsnog hebben wij er zelfs raceronde in handen. Ronde nummer 22. Zometeen volgt de laatste ronde van de race. Kunnen wij nog iets doen bij Verstappen? Die hier gaat aanzetten voor zijn laatste keer een rondje Barcelona. We hebben slipstream, overtake, DRS. Lopen er naartoe en vallen hier Max aan. En gaan er een beetje wijd. En een kleine touché met Max. Heeft er wel voor gezorgd dat Max nu inmiddels 17e achter ons ligt. Dus daar hebben wij wel mazzel mee. Het zou betekenen dat wij zometeen genoeg hebben aan alleen onze overtakeknop. Ik denk dat Verstappen net te ver weg zit voor een echte aanval. En bij start-finish lukt het al niet meer. Dus ik denk dat die actie onze race heeft gered. Net als in Emilia-Romagna moeten we het doen in de laatste ronde van de race. Toen was het Norris die ons vol onder druk zette. Nu is het Verstappen die ons vol onder druk zette. En wij toch nog de race gingen winnen. Max kan er hier niet naartoe rijden. Komt gewoon tekort. Betekent dat wij weer een race gaan winnen. Max komt weer als tweede. Het is steeds om en om. Als Max wint, dan winnen wij. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Goed verhaal. Goed, breiden onze voorsprong uit. Dat is goed om te zien. Prima race. Mooie battles met Max. Een 1-2'tje. Volledige score binnengehaald. Een top weekend. Op naar de volgende. Just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. They've done it then. A spectacular victory here in Spain. And a massive confidence boost going into the next race. So, Natalie, what made the difference out there today? What an amazing race today. We all love to see an overtake as a Formula One fan, and we got those by the bucket load. Welcome then to the podium, our top 3 drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Oh, hier ben dan dus de uitdaging van de wedstrijd. Wij hebben dus de grote prijs van Spanje met als snelste racehonderdpunt. Goed gedaan, Max naar P2 is verslagen na een lange strijd. Wij pakken als team de volledige score. Wij krijgen drive of the day van P9 naar P1. Goed gedaan. 1 uitvaller, Charles Leclerc. Klassement en nemen afstand van Verstappen. 10 punten verschil. Hij kan het zo weer in de volgende ronde weer dicht gaan maken. Je weet maar nooit met Max. Maar tot nu toe een uitstekend seizoen voor het team. Zijn heel dominant bezig. Jazeker. En zijn gewoon bijna 190 punten los van de nummer 2. Rival breakdown.
Ze hebben eigenlijk gewonnen met Perez. Kan er niet meer aan toekomen. Het team McLaren is ook gewoon goed. Het team is level 26. Dat is goed om te zien. Door naar het sponsorgeld. Helaas hebben wij één doel niet behaald. 1,24 miljoen dollar erbij. Ik heb helaas $1000 misgelopen. $124.000 daarvan dus weer erbij. In totaal $7.26 miljoen. Dat is goed om te zien. Stijgen dus weer wat in het totale inkomen dit seizoen. Kunnen we gaan vastleggen voor Verstappen die over een zoveel tijd moet worden verlengd. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij dit leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Carré Mode video's. Elke zaterdag en zondag om 1 uur dus een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. In ieder geval Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij F1 23 My Team Carré Mode.